Iets meer dan 6000 leerlingen hebben vanmorgen meegedaan aan het landelijke MULO-eindexamen. Het onderdeel samenvatting voor het vak Nederlands en het vak tekenen zijn afgewerkt. Vorige week zijn de middelbare scholen begonnen met de eindexamens en vandaag was het de beurt aan de leerlingen van de vierde klas van de MULO-scholen. Armand Mingun, schoolhoofd van de CR Verwijnschool, geeft aan hoe dag 1 is verlopen. Ja, het is inderdaad dag 1, de langste dag. Het is natuurlijk na voorbereidingen, veel voorbereidingen, mogen we zeggen dat het goed is verlopen. We zijn goed gestart, het is ordelijk en rustig verlopen. Het examenbureau heeft de directies van de scholen geschreven dat er niet gefilmd mag worden tijdens het examen. Dit leidde leerlingen namelijk af. Na het examen spraken wij met enkele leerlingen die aangaven hoe dag 1 is verlopen. De eerste dag is goed verlopen. Ja. Hoe was je voorbereiding naar het examen toe? Het was goed. Ik heb weken van tevoren geoefend in de klas en ook thuis. Dus het was goed. En je cijfers, je SO-cijfers, hoe sta je met je SO-cijfers? Ja, mijn SO-cijfers zijn goed, alleen mijn wiskundecijfers een beetje slecht. En hoe heb je je voorbereid op het examen wat wiskunde betreft? We hebben geoefend, weken geoefend in de klas en ook bijlessen. Ja. Wat voor resultaat wens je te boeken met het examen? Ik moet slagen. Dus ik heb me goed voorbereid. Ik heb weken van tevoren geoefend. Ja, maar ik wil slagen, ik wil mijn VWO-pakket halen. Ja, dat is. Het is heel goed afgelopen hoor. Ik was in het begin echt nerveus. Maar nu voel ik me enthousiaster om de rest van die vakken te maken. Welke vakken hebben jullie vandaag gemaakt? Tekenen en samen. Nederlands en tekenen. Oké, en hoe was de voorbereiding naar je examen toe? Nou, ik heb weken van tevoren geoefend. Vooral wiskunde en natuurkunde. Dus die moet ik zeker een goed cijfer, behalen. Maar samenvatting heb ik wel geoefend, maar van niet zoveel te oefenen. En hoe zijn je cijfers, je SO-cijfers vergeleken dus naar het examen toe? Nou, ik heb hele goede cijfers. Ik hoef me echt niet zo druk te maken. Maar het is eigenlijk ook niet de bedoeling dat ik slecht ga werken op het examen. Maar ik heb mooie cijfers. Enkele leerlingen die vanmorgen aan het MULO-eindexamen hebben deelgenomen. De examens duren tot en met dinsdag 11 juli. De onderdelen voor vandaag waren samenvatting en tekenen. Morgen staat het toelatingsexamen voor VWO, waar de leerlingen van het derde leerjaar ook aan zullen deelnemen. De vakken zijn tekstbegrip, wiskunde en boekhouden.